Welkom bij Korenhuis Live, ook de mensen thuis bij de livestream. In verband met Internationale Vrouwendag gaan we vandaag een gesprek houden met drie bijzondere dames. Shida Boukissou, dokter Beryl Biekman en Fatima Faïd, de Haagse politica. Wat we vandaag gaan bespreken is het thema Is feminisme kleurenblind? En na dat gesprek gaan we ook een spoken word artiest iets laten doen en dat is Andy Richters. Daarna is er ook nog een gesprek met de wethouder van emancipatie en dat is Bert van Alphen. Om de dames te introduceren laat ik het eigenlijk een beetje aan hen over. Shida, mag ik bij jou beginnen alsjeblieft? Kan je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Zoals je al zei, ik ben Rashida Boukissou, ben Haagse, ben 35 jaar oud en ik ben creatief ondernemer. Maar achtergrond is altijd theater geweest en van daaruit doe ik verschillende dingen. Ja, en ik heb begrepen dat jij ook nog iets bijzonders hebt gedaan met een mooie en belangrijke artiest. Kan je zijn naam even noemen en wat heb je onder meer gedaan met die artiest? Ik denk dat jij refereert naar Kenny B. Dat klopt. Ja, oké. Ik heb zelf een productiebedrijf en dat doe ik samen met mijn partner. En wij hebben Parijs toen gemaakt, maar ook nog verschillende videoclips. En mocht je meer willen weten, dan kan je naar wearestories.nl. Dankjewel. Ja. Dr. Beryl Biekman, welkom, ook u. Kunt u zichzelf even voorstellen alsjeblieft? Ja, ik ben Beryl Biekman en ik beweeg me al 56 jaar binnen de vrouwenbeweging. Is dat voldoende? Eigenlijk niet. Ik vind dat u nog meer eer verdient. Ja, want u bent, wat ik heb begrepen, u bent ook de initiatiefnemer van een belangrijk monument in Amsterdam. Kunt u even zeggen? Nou, ik ben initiatiefnemer inderdaad van het slavernijmonument in Amsterdam en ja? Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Maar op het internationaal gebied mag ik mezelf op de borst kloppen dat ik een van de vier initiatiefnemers ben van het VN, Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst. En ook in het kader van Durban Declaration en Program of Action, wat deze dit jaar 20 jaar viert, althans dat we het herdenken, dat slavenhandel, slavernij en kolonialisme zijn verklaard tot misdaden tegen de mensheid. Okay, dus dit jaar is een bijzonder jaar. Oké, dank u wel. Geweldig. Alsjeblieft. Dan gaan we naar de volgende dame, dat is Fatima Faïd. Ga je gang. Ja, dank je wel Stuart. Ik ben Fatima Faïd en ik ben raadslid voor de Haagse Stadspartij. En natuurlijk ook al heel lang activist op het gebied van vrouwenrechten. Onder andere en nog wel veel meer, maar vooral ook vrouwenrechten. Oké, dank je wel. Ik ga met de eerste vraag beginnen en daarna gaan we over naar mijn co-host, dat is Malika Ouwatja. mag ik bij jou beginnen, Shida? Wat versta jij onder feminisme? Hoe zie jij dat? Wat betekent het voor jou? En dan wil ik diezelfde vraag naar dokter Biekman en Fatima Faïd doorsluizen. Ga je gang alsjeblieft. Kan je daar? Ja? Nou ja, goed, dat is dus een vraag die mij heel erg bezighoudt eigenlijk. Want het heeft verschillende vormen. Maar ik ga het gewoon tot de kern terugbrengen. En feminisme is voor mij gewoon gelijkwaardigheid. Ik ga het op dit moment dus ook even niet ingewikkelder maken dan dat. Het is een direct en goed antwoord, denk ik. Dr. Biekman. Nou, ik heb dat is precies de reden dat ik heb geschreven. Ja? Zodat ik niet uit mijn sloffen ga. Maar kijk, voor mij is feminisme een stroming. Een politieke stroming of een ideologie of filosofie, mag je het ook noemen, die tot doel heeft om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen naar de kern terug te brengen. Maar binnen het feminisme hang ik nog een andere stroming aan. En dat is het womanisme. En het voordeel van het womanisme, dus de womanistische filosofie of ideologie of theorie, is dat inherent daaraan ook de cultuur, de geschiedenissen, de normen en de waarden meespelen. Waardoor we niet alleen praten over gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, maar gelijkwaardigheid tussen vrouwen onderling. Maar daar komen we straks op. Ja, u neemt eigenlijk een beetje een voorschot op het thema, namelijk is feminisme kleurenblind? Maar goed, ja. We komen er straks nog even op terug. Fatima, ga je gang alsjeblieft. Ja, voor mij is feminisme inderdaad ook, wat mevrouw Biekman zegt, wel een politieke uiting, zeg maar. Een strijd om de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen
te bewerkstelligen. Dus dat is eigenlijk een beetje de kern. Dus ik vind feminisme wel een iets wat je ook actief moet beleiden, zeg maar. En waar je ook actief voor moet staan. Ja. Dus het is wel echt ook een vrouwenstrijd, vind ik. Oké. Okay. Dan, ja, ga je gang. Ga je gang. Wat heel mooi gezegd is hier, is dat er verschillende invalshoeken zijn als je kijkt naar feminisme. En jij zei al heel mooi womanism. De vraag die we hier vandaag stellen, dat gaf Stuart al aan, hè, is feminisme kleurenblind? Wat we gezien hebben als we kijken naar de afgelopen 70 jaar in Nederland, is dat het steeds meer kleur heeft gezien en weer heeft losgelaten. Dus dat er ook een soort van nieuw geluid is ontstaan in het feminisme wat we aanhouden. Maar ik ben me ook gaan realiseren, en ik ben heel benieuwd hoe jullie daarin staan, dat het ook heel erg afhangt van de bubbel waarin jij zit als vrouw. Ik zie Rashida knikken. Ja, zeker. Omdat ik wilde net op de eerste vraag heel erg kort en bondig zijn, gelijkwaardigheid. Omdat ook de vraag heeft heel veel gelaagdheden. Dus je kan het ook op verschillende manieren kan je het opvatten. Dus hè, toen ik erover ging nadenken, dacht ik ja, mooie vraag, maar ook ingewikkelde vraag. Want ik kan antwoorden ja, het is zeker kleurenblind. En dan bedoel ik daarmee dat er niet wordt gekeken naar verschillende factoren en facetten. En dan heb ik het, nu vooral over vrouwen onderling. En dus vaak wordt er gerefereerd naar één soort vorm feminisme. En het is ook grappig, ik heb heel veel met andere vrouwen gesproken en die En dan heb ik het dus niet alleen over kleuren wat betreft wij mensen, maar dus ook factoren politiek en sociaal. Als je een vrouw hebt die sociaal en economisch onafhankelijk is, die voert een totaal andere strijd dan een vrouw die sociaal en economisch wel afhankelijk is. En dus dat zijn al twee invalshoeken van strijd voeren. En vaak worden heel veel facetten of eigenlijk factoren die meespelen, worden dan ondergesneeuwd. Want wat je zegt, je kan als vrouw dus in je eigen bubbel zitten. Maar wat je dus hebt gezien in die 70 jaar, is op een gegeven moment was er bijvoorbeeld een stukje feminisme en emancipatie. Want we moeten vrouwen van Marokkaanse kom af en Turkse kom af, moeten we emanciperen. En die moeten dit en dit en dat. Maar wel heel veel van die moeten dit en dat. Maar er wordt niet gekeken naar, hey, wat willen zij? Dus het is ook wel een beetje etnocentristisch hoe dit wordt inge... Ja, natuurlijk. Dus los van alle praktische vormen. Heb je geld, heb je geen geld, heb je gestudeerd, heb je niet gestudeerd. Woon je in een klein flatje of woon je in een grote villa. Krijg je de kansen om gewoon te studeren of te werken. Of gewoon te doen wat jij wil zonder dagelijkse stress. Ja, dat is toch gewoon een heel groot verschil. En dan daarboven komt nog eens ja, je achtergrond of je kleur misschien. Dus er spelen dan zoveel dingen bij. Dus dat maakt de kleuren binnen het feminisme maakt het best wel ingewikkeld. Want met kleur wordt altijd onderscheid gemaakt. Maar heel vaak, dus om terug te komen wat ik net zei, van die twee van... nee, het is ook niet kleurenblind. De kleuren worden gezien. Alleen niet erkend. En dat is voor mij, denk ik, vaak een valkuil. Ja. Dr. Wieman, u kunt daar ongetwijfeld iets over zeggen, over het niet erkennen van de kleuren. Nou, kijk, wat ik eigenlijk heb gedaan, toen ik die vraag kreeg van of ik aan een panel wil deelnemen met als insteek, is feminisme kleurenblind? Of feminisme is kleurenblind. Dat is in principe een stelling. Dus toen ben ik mezelf gaan afvragen van
Wat zullen ze bedoelen met kleurenbeleving? Mag ik u even wat vragen? Ja. Kunt u de microfoon naar uw mond? Oh ja, ja. Wat zullen ze bedoelen met kleurenblind? Volgens mij zit een hele wereld achter dat kleurenblind. Want jullie hebben het niet gehad over de genetische afwijking van kleurenblind. Maar kleurenblind in deze zin, van ik heb er inherent aan toegevoegd. Dus ik kwam eigenlijk op de volzien, is inherent aan feminisme. Institutionele discriminatie en racisme. Is inherent aan feminisme, kolonialisme. Is inherent aan feminisme, eurocentrisme. Is inherent aan feminisme, alles wat eigenlijk niet valt binnen de context van mensenrechten en vrouwenrechten. Zo heb ik dat proberen te vertalen. Want als je zegt, als je je afvraagt van is feminisme inherent aan kolonialisme, dan begrijp je al welke lading daarachter zit. Dus ik zeg, feminisme is niet kleurenblind. En ik heb aan Riedel opgeschreven. Ik zal het even heel snel lezen. Als de thematieken waar het over gaat, zoals het doorbreken van machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dus de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Maar dan gaat het ook om de machtsverhoudingen tussen vrouwen onderling. Hoe we elkaar beoordelen, waarderen. En ook op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, beloning. Ook de effectieve participatie binnen de samenleving als geheel. Op alle niveaus van de samenleving. Dat zou dus inherent aan bijvoorbeeld goed bestuur, gelijkwaardigheid, gelijke kansen. Zou je dat moeten kunnen waarnemen. En inherent aan feminisme, die eigenlijk tot stand wil brengen een samenleving waar iedereen meetelt, waar alle vrouwen meetellen, dan zou je zeggen dat alle internationale verdragen, mensenrechtenverdragen, de Sustainable Development Goals, de duurzame ontwikkeling doelstellingen, dat er geen issue zou moeten zijn. Ik heb net twee resoluties ook genoemd. En ik wil niet zo ver gaan bijvoorbeeld met de Commission on the Status of Women, wat we nu hebben. Sorry, kunt u dat nog een keer zeggen? De Commission on the Status of Women. Vorig jaar was het 25 jaar vrouwenconferentie, wereldvrouwenconferentie. En datgene wat besproken is binnen de context van die wereldvrouwenconferentie, dus alle noden, alle wensen, alle behoeften, alles wat nationale staten moeten doen, zijn eigenlijk ook meegenomen in die Sustainable Development Goals. U kent de thema's, onderwijs, arbeidsmarkt, emancipatie, kinderen krijgen, moedersterfte, de kop indrukken. Deze wereldzaken, die zijn tot stand gekomen tussen vrouwen wereldwijd onderling. Ook Afrikaanse vrouwen, vrouwen uit Azië, uit Europa, alles. Dus daar al zie je dat de zaken die binnen het feminisme, dan wel het womanisme aan de orde zijn, dat het wereldwijd, dus als je het bekijkt vanuit het Nederland, het klein Nederland, dan zou je denken dat er niets gebeurt en dat vrouwen zoals ons niets in de wereld, aan de wereld bijdragen. Maar als ik bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld noemen, Cleopatra bijvoorbeeld, die was toch een Afrikaanse vrouw? En wat hebben ze gedaan? De filmindustrie heeft Cleopatra wit gewassen en heeft daarin Liz Taylor, geloof ik. En zo kunnen we nog meer mensen noemen. Johnson Silver van Liberia, eerste zwarte president. Michelle Obama,
Tina Turner kan ik ook noemen. Hè? Die is uit de modder, is zichzelf uit de modder heeft gewerkt. Dus je ziet wel, als je dus overstijgend gaat, dan moet Nederland, het Nederlandse kabinet moet zich ontzettend schamen. En ik hoop echt niet dat dan een minister van Emancipatie een verhaal hier komt ophangen. Want zij zit het in het kabinet bijvoorbeeld, om te zorgen dat feminisme niet leidt aan kleurenblindheid. Ja. Dus het is een ontzettend mooie thema die je kan gebruiken, zowel binnen het theoretisch kader en het praktisch kader, pragmatisch, om te kunnen tonen dat in Nederland kennelijk feminisme wel degelijk kleurenblind is, maar als je womanisme aanhangt, dan zal je meer zien dan alleen maar wit of enzovoort. Enzovoort. Nou, ik heb eigenlijk een dank u wel trouwens. Yeah. Ja. Even een praktisch voorbeeld. Ook, het speelt bij mij ook best wel een rol, omdat ik zelf net moeder ben geworden. En ik zag dus laatst een petitie voorbij komen. En het gaat over een van de rechten van de vrouw. En dat vond ik dus zo kenmerkend. Eigenlijk sluit het ook aan bij wat u zegt. Is dat ze willen de verloskundige praktijken afschaffen. Dus dat er vrouwen alleen maar in de ziekenhuizen bevallen. Dus eigenlijk het recht van de vrouw om te kiezen, zoals er geen complicaties zijn, om te mogen bevallen waar zij willen, wordt dus nu al, daar wordt nu tegen gestreden. Dus het lijkt net. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Nee, is dat niet waar? Oh, misschien kan je. Kan je toelichten? Ja. Nou, dat is niet helemaal waar, want dat is eigenlijk al een beetje aan de hand. Het is best wel gek dat Nederland een van de landen is met hoogste babysterfte. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Nederland heeft vrij hoog score op babysterfte. Ja. En Den Haag eigenlijk ook nog daarin hoog. Dat is al heel lang. Er wordt echt al, ik denk al 10 jaar wordt er gewerkt aan het terugdringen van babysterfte. En dat is gewoon gek. En een van de oorzaken was dat we in Nederland heel erg gewend zijn aan die thuisbevallingen en die bevallingen via de verloskundige. Wat ook echt uniek is voor Nederland en dat moet ook echt blijven, zeg maar. Dat is ook echt belangrijk. Maar een gevolg daarvan was dat als je dus in het ziekenhuis moest bevallen, dat de anesthesist, zeg maar, die werkte gewoon van 9 tot 5. Dus als jij 's nachts moest bevallen, was het heel veel gedoe. Even snel daar doorheen. Ja. Want er zijn natuurlijk nog veel meer andere factoren. En op een gegeven moment is daar een heel groot, ook vanuit Den Haag, heel groot overleg gekomen met verloskundigen. Er zitten allerlei verloskundigen ook in. En er is eigenlijk afgesproken dat de verloskundige praktijken verbonden moeten zijn aan een gynaecoloog. Dus dat het nu eigenlijk zo is dat als jij gewoon bij je verloskundige, dus het is gewoon keuzevrijheid, hè, je kan gewoon kiezen om alsnog thuis te bevallen. Maar als er wat fout gaat, zeg maar, dat dan een gynaecoloog, zeg maar, achterwacht is. Hè, dus dat die ook, zeg maar, de supervisie doet. En dat je ook gelijk, dus dat hele gedoe in dat ziekenhuis, dat is ook een beetje genormaliseerd naar, zeg maar, wat in andere landen gewoon gebruikelijk is. Dus dat is het. En het is ook een beetje een soort ideologiestrijd geworden. Want weet je wel, van hoe wil je de geboorteketen, zeg maar, inrichten. En ja, er zijn ook verloskundigen die zeggen, nou, we willen helemaal niet gekoppeld worden aan een gynaecoloog, want we doen het gewoon lekker zelf. En daar zit de kritiek. Weet je, de kritiek zit dat verloskundigen eigenlijk zeggen van, of een deel van de verloskundigen zeggen van, ja, daardoor zijn wij niet meer helemaal zelfstandige ondernemers, want vallen we onder de gynaecoloog. Het is gewoon een ideologiestrijd. Hoe zou je dat terugtrekken naar het feminisme, om het centraal te houden? Nou ja, wat denk ik zelf heel belangrijk is, en wat ik zelf heel erg, ik ben er een beetje bij betrokken geweest vanuit een vorige functie die ik gedaan heb hier in Den Haag. Daarom weet ik een beetje hoe het georganiseerd en waar het vandaan kwam. Want ik heb zelf een project gedraaid over het terugdringen van kindersterfte.
bij de geboorte. Hè. Het gaat echt over de geboorte en een week daarna. Even ter aanvulling, want ik hoorde van mevrouw Biekman ook dat dat vooral onder zwarte vrouwen is. Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, dat is helemaal niet zo. Het is sorry. De microfoon. Ja. Kijk, het is zo. We hebben namelijk in het kader van COVID-19 hebben we het ministerie van Volksgezondheid gevraagd naar cijfers. Cijfers, met name cijfers vrouwen, etnische, culturele minderheden. Voor wat betreft de infecties en de sterfte, cijfers. En dat was op aanvraag van de Verenigde Naties, die alle landen gevraagd heeft. Alleen Nederland kon die cijfers niet leveren, want ze houden die cijfers niet bij. En toen hebben we de RIVM bewezen dat het niet klopt, omdat ze wel degelijk cijfers bijhouden en ook sterftecijfers. En in die statistieken die we hebben gevonden, bleek dat de sterftecijfers onder zwarte en migrantenvrouwen en met name Afrikaanse vrouwen het hoogste was. En natuurlijk hebben ze daar een verklaring voor gegeven, bijvoorbeeld de taal en de gewoontes, et cetera. Maar het is statistisch bewezen. Je kan op het internet gaan kijken, gaan surfen. Nee, maar het gaat hier natuurlijk even over, is het, want hier hebben we het over kindersterfte. En niet per se over zelfde kinder- en moedersterfte. Ja, maar het gaat er even om dat een van de kenmerken van kindersterfte, van een van de oorzaken, is vooral mensen in een achterstandspositie. En wat dus heel interessant was, omdat eigenlijk iedereen automatisch denkt dat mensen van kleur en zwarte mensen het slechter doen. Wat interessant was aan dat onderzoek, want er is hier een onderzoek over geweest, dus het klopt wat u zegt, er zijn gewoon cijfers van, is dat met name ook witte vrouwen in achterstandswijken verhoogd risico hebben op kindersterfte. Dat was iets wat eigenlijk niemand verwachtte, want alle interventies tot nu toe waren heel erg gericht, het is een soort vooroordeel ook, hè, heel erg gericht op vrouwen van kleur en zwarte vrouwen. En Afrikaanse vrouwen, ik ben het helemaal met u eens, Afrikaanse vrouwen zijn wel een groep die een grote afstand ervaart tot de gezondheidszorg hier in Nederland. En dat is wel echt heel zorgelijk, omdat zij andere manieren van vragen hebben. En de zorg is daar niet goed op geëquipeerd. Dus daar ontstaan wel echt problemen. Daar ben ik het met mevrouw Biekman eens. Maar om even terug te halen naar vrouwen. Ik denk in deze discussie, wordt heel erg gevoerd door de professionals. Mm-hmm. En natuurlijk zitten daar ook vrouwen tussen. Wat ik zelf altijd heel erg gemist heb. Ik heb zelf echt een verschrikkelijke bevalling gehad. En ik wilde ook thuis bevallen, zeg maar. Dat is totaal mislukt trouwens. Maar goed, dat is iets een heel ander verhaal. Maar ik mis dus heel erg de vrouwen, de moeders zelf. Weet je, de vrouwen die gebruik maken van die keten. En dan. En hoe ziet zo'n vrouw eruit die jij graag hier zou willen hebben? Nee, ik denk dat het heel belangrijk. Kijk, als ik zelf kijk naar Den Haag. Den Haag is een super diverse stad. Kijk, ik ben natuurlijk al oud, hè? Ik ben al over de 50. Ik ga echt niet zeggen hoe oud ik ben. Je bent hartstikke jong. Super jong ben ik. Dat wil je echt niet weten. Super jong. Nee, ik ben echt serieus. Super jong. Maar ik ben iets ouder dan jullie, zeg maar. Oh, maar ik denk dat de stad is super divers. De stad is super divers. Weet je, dus alles wat, zeg maar, wat na mij komt, dat komt over de hele wereld. En het is echt heel belangrijk, met name ook in de gezondheidszorg, dat we ons gaan realiseren dat er ook op andere manieren hulp wordt gevraagd. En dat er ook andere vormen van ziek zijn. Ja. Weet je wel? Dus er zijn ook, dat weet mevrouw Biekman denk ik ook heel goed, hè? Van er zijn ook, zeg maar. Ik weet alles al. Ja, nou. We staan wel op uw schouders, hè? Dat heeft u toch wel begrepen. Ik bedoel. Dus je hebt het eigenlijk over dat de approach moet meer intersectioneel worden. Ja, veel meer intersectioneel, want dat is de gelaagdheid waar jij het volgens mij over hebt. Klopt, ja. Van als je het hebt, is het kleurenblind? Kijk, in die ideale wereld zou ik zeggen feminisme, nee. Maar ik zit in deze context. Ik zit in de context van Nederland nu. En ik merk dat als we het hebben over feminisme, twee dingen. Dan is het patriarchaat wel
echt heel sterk. Want ja, die heeft ook gewoon gezorgd dat feminisme slechte namen heeft. Hè? Ja. Dus dat er allerlei clichébeelden zijn over feministische vrouwen. Daarom is het echt heel belangrijk dat wij ons ook uitspreken dat we feminist zijn. Want dat maakt ook dat andere jonge meiden denken van... Oh, ja, inderdaad, die strijd moeten wij ook voeren. Maar ook hoe dingen dus worden afgeschermd. Dus jij noemde net, hè, er wordt niet verwacht dat vrouwen vanuit een achterstandswijk, dat het dan vrouwen, gewoon witte vrouwen zijn. Ja. Hier uit Den Haag, ja. Maakt niet uit waar. Ja. Dus wat er ook gebeurt, is dat vooroordelen, ja, die worden gevoed. Ja. Want hoe kan het zo zijn dat een vrouw die mij niet kent, denkt dat ik geen Nederlands spreek in het ziekenhuis. Ja. En ja, ja, nou, dat heb je daar een voorbeeld van? Nou, ik heb een letterlijk praktisch voorbeeld. Je krijgt na afloop krijg je een samenvatting. En dan staat er, een stukje, spreekt goed Nederlands. Ja, ja. Shocking, nou, dat, die kwam wel even binnen. Ja. Ja. Ik dacht, oké, dat is apart. En toen ben ik gaan nadenken, ja, hoe zou het dan zijn geweest? Want ik dacht echt, jeetje, deze ervaring is al heftig. Maar laat staan als ik inderdaad zelf geen Nederlands zou spreken. En maar hoe zou het zijn als ik een expat zou zijn geweest? Hè? Maar geen Nederlands spreek? Hoe zou ik dan behandeld worden? Of hoe zou ik behandeld worden als ik wel Nederlandse ben, maar mijn taal is minder goed? Of ik ben analfabeet, ik kan niet lezen? Maar heb je die vraag toen ook gesteld? Op dat moment? Ja. Nee, waar ik me wel heel erg terdege van bewust was, is ik moet hier bovenop zitten. En dit ga ik ook elke vrouw vertellen. Ik ga elke vrouw om mij heen vertellen die hiermee te maken krijgt. Zit hier bovenop. Zorg ervoor dat je goed inleest. Zorg ervoor dat je aan alles iedereen vraagt. Want waarom ik hier ook over begin is, omdat ik enorm schrok als zwangere vrouw om te lezen over hoe er beslissingen worden gemaakt over vrouwen heen, in zo'n hele kwetsbare positie en situatie. En is dat gewoon maar een voorbeeld. En er is een actiegroep, hè? Er is een actiegroep of een activistische groep van vrouwen, van verloskundigen ook. Ja. En van vrouwen van kleur die zeg maar het racisme in de geboorteketen hebben aangewakkerd. Maar niet alleen racisme, hè? Gewoon ook puur, ook witte vrouwen. Ja. Waar gewoon beslissingen over zijn gemaakt. En, zonder... Ja, ik zit even te denken, want het is ook een beetje een anonieme club. Ze zijn heel erg, ik heb contact met hun gehad. Ik ben even hun naam vergeten, maar dat kan ik wel even opzoeken. Maar kan ik daar op reageren? Ja, natuurlijk. Zijn jullie bekend dat aanstaande maandag, gedurende 2 weken, in New York een Commission on the Status of Women is? Nee, dat wist ik niet. Oké. Dat weten jullie niet. En zijn jullie bekend dat Nederlandse vrouwen, met name de NVR, de Nederlandse Vrouwenraad en vrouwenbelangen en al die grote vrouwenbewegingen die heel veel geld krijgen van die ministeries, zijn jullie bewust van het feit dat ze met elkaar samen een declaration, een verklaring maken elk jaar, wat ze willen dat in die verklaring... Ja. Terechtkomt en dat er onderhandeld wordt door de overheden, wordt er onderhandeld over wat erin moet komen. Ja. Daar zijn jullie over bekend. Ja, daar wil ik graag op inhaken. Want ook. Hier is het punt. Hier is het punt, want we praten over feminisme, is kleurenblind en dat soort zaken. Maar hier is het punt. Ik ben betrokken bij die verschillende bijeenkomsten. Ik moet zeggen, prachtige bijeenkomsten. Je ziet de meest betrokken, ook oudere vrouwen, tussen jonge mensen, zie je daar. Bijna allemaal wit. Ja, precies. Dat is een beetje... Bijna allemaal wit. Ja. Dus dan kom ik binnen en dan kijk ik om me heen en dan ben ik sprakeloos. Want ze zien... Ze zien dat helemaal niet. Nee, ze zien dat helemaal niet. Maar dan is de vraag, als ik jou bijvoorbeeld hoor praten van iets wat geschreven staat. Er staat nog meer dingen geschreven hoor. Maar dan vraag ik me af, waar zijn wij dan? Waar zijn jullie? Zijn jullie op de hoogte? Het begint bij de infrastructuur. Het begint bij de infrastructuur, je op de hoogte houden wat er allemaal gebeurt. Want wanneer die wetten en die regelingen eenmaal gemaakt worden, dan is het te laat. En dan klagen we over die witte vrouwen.
Maar het zijn juist die witte vrouwen die voorop, ze kunnen, daarom heb ik gevraagd, inherent is het kolonialisme. Als ik bijvoorbeeld van mening ben dat in het kader van, laten we zeggen, het kolonialisme, er nog dingen gebeuren in het land die eigenlijk alleen maar vereffend kunnen worden. Ja. Als erkend wordt dat dit of dat of zus of zo. Ik ga even een voorbeeld noemen. Maar ik wil even terughaken op. Want ik denk niet dat het gaat over klagen over witte vrouwen. Nee. Want het is zeker niet aan de hand. Dat is heel belangrijk. Het gaat er juist om dat er in die indeling van ik vrouwen... Chargeer. Ja, okay, kijk, snap ik. Ik chargeer. Maar ik aanhaken. Want het chargeren, dat merk ik... Dus, is gevaarlijk. Dat merk ik in mijn vak. Als we chargeren op witte vrouwen, als we chargeren op zwarte vrouwen, dan gaan we de verkeerde kant op. Ja. Want we snijden daarmee iets heel emotioneels aan en daarmee stoot je mensen af. En ja. Ik denk dan, als je inderdaad zo'n kamer binnenkomt en je ziet witte vrouwen, op het eerste oogpunt, wat moeten we dan doen op dat moment? Nee, wat ik op dat moment doe, is zeggen van... Wat zijn jullie betrokken? Wanneer je die vrouwen zo ziet praten over boerenvrouwen, die vrouwen, zusvrouwen, en echt tot in hun diepste genen proberen die emancipatie, dat dossier op tafel te leggen. Hmm. En praten over 1325, over vrouwen in conflict, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Hmm. Vrouwen in huisvesting, vrouwen in alle gremia's van de samenleving. Hmm. Dan zit ik daar en dan denk ik, waren wij ook maar zo. En dat, maar ik weet van ervaring, als je naar Marokko gaat bijvoorbeeld. Precies. Ja, sorry, ik wil even plaatsmaken. Het gaat om context. Even plaatsmaken is, want ik zeg dan... Dan ga ik naar een aantal vrouwenorganisaties. Dan zeg ik, kom alsjeblieft mee. Nee, je moet je mee bemoeien. Ja. Maar nu moeten we heel bewust hiermee omgaan. Ik want ben dat, heel bewust. Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, als ik naar Marokko ga, en ik ga daar tussen de feministische bewegingen zitten, dan zie ik niet mijn tante daartussen zitten, die op het land moet werken. Nee, of, dus die is een hele strijd aan het, andere strijd aan het voeren. Dus de context hier is ook anders. Ja. Mijn moeder zit ook niet bij die organisatie, want mijn moeder had ook een hele... die was bezig met overleven en kinderen opvoeden, wat dan ook. Dat neemt niet weg dat ik daar wel kan gaan zitten. Ja. Dat Malika daar wel kan gaan zitten. Dus het is heel belangrijk wat u zegt. Daar sluit ik me bij aan. Ja. Alleen soms moeten we ook bekijken in welke tijdslijn wij zitten. Mag ik het even afmaken? Tuurlijk. In welke tijdslijn? Ik zou vertellen. Dokter Biekman, kunt u de microfoon alsjeblieft... Ja. Oh, ja. Ik hoor telkens bij u het woord betrokkenheid. Ik begrijp daaruit eigenlijk dat u niet zozeer een tegenstelling wil creëren, totaal maar dat u vrouwen wil oproepen om betrokken te zijn. Is dat wat u... Kijk, mijn punt is, voordat ik sterf, zou ik... Ik was 14 jaar, let wel, 14 jaar. Mijn moeder, die wist niks... Feminisme bestond niet in waar we woonden op Latour, over de, ze zeggen Abrabroki, over de brug. We wisten niet wat feminisme was. We wisten niets over theorieën, maar wat we wel wisten, is dat er toestanden waren. En die toestanden moesten het hoofd worden geboden. Dus ik ben opgegroeid in een situatie waar meisjesrechten, vrouwenrechten, zonder dat we iets wisten over de universele rechten van de vrouw of zo. Dus het werd niet ingekaderd zoals je dat nu doet. Ja, dus mijn moeder, die zei altijd van... Je moet opkomen. En ik zou je zeggen, niemand is dom. Als je vrouwen hoort, bijvoorbeeld in de VN, plattelandsvrouwen die komen, die kunnen nauwelijks Engels praten. Maar als ze hun verhaal vertellen, wordt er gelijk een maatregel genomen. Dus het enige wat ik zeg, wat kunnen we hieruit leren? Ja. Als we zeggen, feminisme is kleurenblind, dan zijn wij het. Voorlopig, die voor onze ouders, voor onze moeders, moeten de zaak moeten waarnemen. En het enige wat ik zeg, meneer Stuart, is, ik hoor het iedere keer, wanneer ik al die vrouwen beweeg van, kom met me mee, laten ze je gezicht zien. En breng iets in dat over jou gaat. Breng iets in dat over jou, want ik wil natuurlijk ook hebben dat men ziet dat er belangstelling is. En als het zo is dat die gremia's
niet helemaal toegerust zijn voor de mensen, weet je, hun tradities, hun normen, de manier waarop ze de zaken naar voren willen brengen. Benoem daar iemand. Hier hebben we Fatima Fayyid. Nou ja, die is voor alle markten thuis. Die gaat overal. Nou, ik kan je natuurlijk introduceren. Maar nu op dit moment, de 8e begint de Commission on the Status of Women. De Nederlandse vrouw is op en top vertegenwoordigd in die gremia's. En helaas... Ja, Fatima, hoe reageer je hierop? Want eigenlijk hoor ik in het verhaal van... mevrouw dokter Biekman, dat de betrokkenheid, dat kan wat beter. Twee dingen. Ik denk dat mevrouw Biekman echt gelijk heeft dat we veel meer ook in die structuren moeten zitten. En dat moeten we ons wel een beetje aanrekenen, denk ik, van dat we dat ook meer zouden moeten. Want je moet gewoon daar gaan zitten waar de besluiten genomen worden en waar jouw verhaal meegenomen kan worden. Mevrouw Biekman heeft dat eigenlijk altijd gedaan. En ik denk dat wij daar weer... En ze brengt me dan wel weer op het idee van dat ik denk... Ja, het heeft wel een punt. Moeten we wel echt gewoon ook gaan doen. Maar hoe organiseer je dat binnen de politiek? We gaan gewoon even met mevrouw Biekman zitten. En dan gaan we even praten. En misschien jonge mensen... enthousiasmeren om dat te doen. Kijk, ik hoef dat niet per se zelf te doen. Maar ik kan me voorstellen dat we ook die boodschap van mevrouw Biekman... wat meer naar jonge meiden toe uitstralen. Van, hey, het is echt belangrijk dat je in die structuren zit. Dat kan ik daarop aanhaken? En nog een ander dingetje wil ik nog daarover zeggen. Want ik vind zelf wel echt heel belangrijk. Want ik ken natuurlijk ook heel veel jonge vrouwen. Want ik zit in allerlei bewegingen waar ik ze natuurlijk ook tegenkom. Ik vind wel dat er soms ook het ook moeilijk is om ertussen te komen. Het is ook gewoon moeilijk om, want het zijn gremia's die ook op een bepaalde manier functioneren. En dus wij moeten ook zeg maar onze meiden opleiden van nou, hoe doe je dat? Hoe kom je daar? Waarom, eis je plek op? Dat moeten we misschien ook meer doen, want ik denk wel dat uiteindelijk dit wel is waar het over gaat. Maar ook hoe ziet dat kader eruit? Want... Alle jonge vrouwen die ik ken, persoonlijk ken, die zijn heel erg feministisch ingesteld. Ze zijn heel erg betrokken heel en die erg, lezen zich in. En die stellen vragen en die staan open voor dingen. Dus dan is de vraag, oké, hoezo valt dat gat er dan tussen? Eén, dat is natuurlijk, zijn natuurlijk persoonlijke redenen, want iedereen heeft zijn eigen leven en is bezig met gewoon de dag. En zijn eigen leven opbouwen, zeker als je jong bent. Maar ook... Is daar plek voor? Dus in welke kader zit die infrastructuur al? Of in wat voor soort plaatsmaken? Dat is ook wat ik bedoelde met dat plaatsmaken. Maar mensen moeten plaatsmaken. Maar wij moeten ook onze plek eisen. Ja, dat maar is de wel mensen, echt ook. Ja, een en dat is waar vrouwen in het algemeen, denk ik, wel een hele grote slag in maar gaat moeten. Maar het gaat niet om plaatsmaken. Het gaat niet om plaatsmaken. Het gaat om plaats eisen. Binnengaan en zitten. Ja, het zijn alle maar tweede. Dat snap ik wat je zegt. En ik snap dat jullie ook zeggen van plaats maken. Nee, plaats maar gaat het er, of eisen, of hoe je het ook wilt noemen. Maar zitten we nu niet in een nieuwe era, een nieuwe tijdsgeest, waarin het eigenlijk helemaal niet gaat over de ouderwetse manier van plaats eisen of plaats maken? Of zitten we eigenlijk in een heel ander heilig huisje qua manier van doen, hè, jonge generatie. Ja, kijk, Rashida heeft aan dat wij het jongst zijn in deze, hè, dus fysiek jong, maar is de mentaliteit daar nog niet? De mentaliteit is ontzettend lief. Van nu bedoel je? Ik heb nog nooit een generatie gezien die lief is. En als je een beetje met felle betoog eraan bezig bent, dan word je gelijk, dan ben je radicaal. Ik vind jullie zo vreselijk lief. Ik denk niet dat we lief zijn hoor. Want ik heb echt wel genoeg dingen meegemaakt. Ook met mijn medevrouwen. Dat mij de deur is verwezen omdat ik een woordkeus die niet zozeer vulgair is gekozen heb. Maar wel gewoon de feiten opnoemde. En dat men juist ervan uitging dat omdat jij de jongste bent, dat jij gewoon je mond moet houden en lief moet zijn. Maar wij gaan niet buigen.
Dus wij staan sterf. Maar ik ben wel nieuwsgierig van wat bedoelt u met lief? Exact. En het feit dat we niet lief zijn. Maar mijn generatie is niet lief. Rashida is echt niet lief. Maar ik ben aardig. Er wordt van ons verwacht dat we lief zijn. En als we niet lief zijn, en als we met de volle vaart erin gaan, dan is het van, oh, maar wacht even. Dan ben je net zoals Sylvana, een boze vrouw. Hè? Terwijl zij gaat er gewoon met evenveel kracht in als Kaag. Ik vind Sylvana totaal geen boze vrouw. Aan en niet, nee, hè? Maar dat zegt zij ook. Dat bedoel ik. Ja. Dat is nu even, het vrouw zijn staat hier nu centraal. Er komt altijd wel een laag mee. Ja. En voor welke laag hebben we oog in Nederland en ook in de rest van de wereld? En voor welke laag niet? Nou, we hebben zeker geen oog voor de verschillende strijd die wij moeten leveren. Precies. Met alle respect, maar ik heb een hele andere strijd. En ik denk u ook, vul ik nu even in. Ik maak geen grappen. Ja, precies. En wel grappig, maar ze maken geen grappen. Ik heb een hele andere strijd geleverd dan... ik ga een mooi voorbeeld. Ik deed MAVO-HAVO. Ja? Ik was een superstudent, al zeg ik het zelf. Ja? Tienen, achters en negens. En nu schep ik een beetje op, maar ja, who knows. Ja, dat mag het. Het enige waar ik een beetje zwak in was, was wiskunde. Was gewoon niet mijn ding. Ik snapte het niet, want de vragen die ik stelde waren net iets anders dan hoe de docent het wilde uitleggen. Nou, prima. Mijn beste vriendinnetje, Rachel, deed ook MAVO-HAVO. Die heeft heel vaak af en toe bij mij met biologie bij mij afgekeken. Deed ik af en toe zo, kijk eens hier. Alleen met biologie? Ja, alleen biologie. En zij was ook zwak in wiskunde. Weet u wat er werd tegen mij gezegd? Ga maar niet naar de HAVO, want dat gaat er waarschijnlijk vastlopen op wiskunde. Rachel was slechter in wiskunde dan ik. Die zeiden ze, ga maar naar de HAVO, kind. Dat is een hele andere strijd. Ja? Goed, dat is even een voorbeeld. Maar zo zijn nog veel meer dingen. Ik ga naar de theaterschool en er wordt van mij verwacht dat ik problemen heb. Ja, omdat ik Marokkaanse ben. Dus er wordt van mij verwacht dat ik voorstellingen ga maken over dat de hoofddoek in mijn tas zit en dat ik me onderdrukt voel als vrouw. En dat ik verstoten ben door mijn familie omdat ik naar de theaterschool ben gegaan. En op het moment dat dat niet zo blijkt, weten zij niet wat zij met me aan moeten. Maar gaan we dan, want dat vind ik een heel mooi voorbeeld waar ik op aan wil haken, Rashida. Heel vaak hebben we toch stereotypes over bepaalde culturele achtergronden. Zeker als het gaat over vrouwenrechten en als het gaat over het feminisme en hoe de gemeenschap daarin meegaat. Ik vraag me al een tijdje af of het niet tijd wordt voor vrouwen zoals jij en ik, die verschillende culturele normen en waarden, weet je, omarmen en jullie. Moeten we dat niet naar voren brengen op een manier dat we het erkennen? Maar dat we ook het andere erkennen. Dus het stereotype dat wordt volledig weerlegd. De gemeenschap, de vrouwen in onze gemeenschap hebben echt een issue nog. Als we het hebben over de Marokkaanse gemeenschap bijvoorbeeld. Surinaamse gemeenschap, Algerijnse gemeenschap, you can name whatever it is. Wordt het niet ook tijd in het feminisme dat we dat kleurenpalet echt uitbreiden. En zeggen van inderdaad, we hebben die casuïstiek, ja, En het raakt ons allemaal omdat het allemaal vrouwen zijn. En of die vrouw nou donker is of karamel of whatever. Dat gaat het om de kern. Het gaat om de kern. Maar heb jij dan het idee dat dat niet zo is? Want, want je zegt het heel stellig, hè? Zo van moeten we het is een niet, vraag, hè? Ja, moeten we het niet uitventen? Ja. Maar ik zit in mijn eigen gemeenschappen, zeg maar, en ik denk dat gaat heel vaak daarover. Dus ik vraag me af van waarop baseer je nou dat de vraag, hè? De vraag waarop baseer je de vraag dat we niet in de verschillende groepen dit adresseren? De vraag, omdat ik het nog heel veel hoor van jonge meiden, jonger dan ik. Ik ben 27, ik geef ook colleges en ik zie ook heel veel verschillende studenten vanuit verschillende achtergronden. En die hebben die vragen nog echt wel. En die komen wat zijn de vragen? Nou, de vragen bijvoorbeeld van ik krijg geen steun uit mijn omgeving om inderdaad verder te ontwikkelen. Want er is toch nog steeds een bepaald oog naar mij, omdat ik een meisje ben. Van ik moet tegen een bepaalde leeftijd moet ik me gaan settelen. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En vanuit sociologisch, antropologisch oogpunt zie ik natuurlijk ook in de jaren dat de derde generatie conservatiever is dan de tweede generatie. Heel vaak vergeten we dat.
Als we het nou nu even over het Marokkaanse. Kan je dat uitleggen? Het derde generatie conservatiever, wat versta je dan onder religieus conservatiever? Hè, dus conservatiever in de zin dat het. Kijk, de tweede generatie, dat is hoe ik het heb meegemaakt. Van welke gemeenschap? Ja, precies. De verschillende gemeenschappen. Dus dan heb ik het ook voor de Turkse gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap. Hè, dus vooral deze Oosterse hoek. Daar praten we daarover. Ja, precies. Ik merk dat daar nog echt heel veel tradities opnieuw herleefd worden. Die vooral uit het thuisland, het 19 jaren, 1960, 70, 80, dat daar vandaan komt. Hè. Vind je Yasmina Haifi bijvoorbeeld een generatie die daar, waar het op van toepassing is? Want ik zal je wat vertellen. Yasmina Haifi en ik, we gingen echt door de porseleinenkasten in Den Haag. Hoor. Ja. Heel veel zaken die in Den Haag zijn tot stand zijn gekomen, komen uit de hand van Yasmina Haifi en ik. Ja, door de porseleinenkast. Kunt u een voorbeeld aan geeft u daar eens een voorbeeld? Want dat klinkt heel interessant. Ja. Want ik ben er benieuwd naar. Ja. Nou, laat me even een voorbeeld geven. Want ik weet niet, ik heb natuurlijk als ambtenaar een eed afgelegd. Ik weet niet of ik allerlei dingen... Ik ben nu geen ambtenaar meer, mevrouw. Maar kijk, laat me even... eet is tot je leven. Ik weet het. Maar ik ga één voorbeeld geven uit mijn... Dan weet ik dat ik daar geen fouten over maak. Ik werkte bij de politie in Den Haag. Ik werkte ongeveer 7 jaar daar. Ik had een leidinggevende positie. Ik was zwanger. En je werd niet geacht als vrouw, als je zwanger was, uiteraard als vrouw, als je zwanger was om terug te komen. Men ging ervan uit dat na je bevalling dat je niet terugkwam. En ik was niet van de, ik was niet van de feministische, weet je, de oorsprong. Dat je dan inderdaad voor je kind gaat zorgen. Welke jaren waren dit? Om het een beetje chronologisch in te zien. Even kijken. Het was misschien 34 jaar geleden. Okay. 34 jaar geleden. Nog, hè? Ja, want dat hebben we nog steeds, hè? Ja, ja. 34 jaar. Dus. En op een gegeven ogenblik. Ik kom op mijn werk. Precies 6 weken. Volgens mij. Ja, ik noemde mezelf een slechte moeder. Want mijn kind had ik al 5 weken na bevalling in de opvang laten proberen. Want ik wilde weer aan het werk. Ik wist, als ik niet meer aan mijn werk ga, dat ik mijn baan kwijt ben. Ja, en dat ik misschien nooit meer aan mijn werk kom. Dus ik kom op mijn werk. Maar ik had ondertussen al gehoord dat er iemand anders in mijn functie was aangesteld. Was dat door een man gedaan? Door een man, ja. Dus ik kom op mijn werk. Ik zie die man op mijn plaats zitten. Hij vraagt me om op het zitje te gaan zitten. Dus ik ga naar het zitje. Dus no joke, zeg maar. Ga ik zitten met mijn koffer. En die medewerkers die zitten in andere kamers. Dus die denken van, straks horen we potten en pannen. En toen ging hij me vertellen dat hij in mijn afwezigheid, dat hij de functie had waargenomen. En dat ze van plan zijn om een staffunctie te geven. En dan moest ik in een of andere kamer gaan zitten. Ik heb mijn koffer gepakt. Ik heb gezegd, luister Jan. Jan heette die ook. Hij heette Jan de Jager. Jan wist niet wat er gebeurde. Hij was toevallig vakbondsman. Dus hij was een hele houten metotum. Okay. En hij moest een ambtelijke functie hebben om commissaris te kunnen worden. Zo ging het met die ranglijsten. En toen heb ik gezegd, weet je wat Jan? De dag wanneer jij van mijn stoel bent opgestaan, bel me thuis op. Toen hadden we nog geen mobiel. Bel me thuis op, dan kom ik om te werken. En toen keek hij, dus paniek in de tent, paniek, hoofdcommissariaat, hoofdcommissaris van politie. Ik moest komen, ging ze met me praten. Ik zeg, zelfde, wanneer Jan van mijn stoel is, kom ik zitten. Ondertussen, we hadden geen vrouwenbeweging binnen de politie. Binnen een mum van tijd was er een vrouwenorganisatie opgericht bij de politie. Ik weet nog de mensen en het witte vrouwen hè, die meededen. En ik zal je zeggen, ik heb het zo lang volgehouden dat de bedrijfsarts vroeg om me ziek te melden. Dus ik ben helemaal niet ziek, ik voel me helemaal niet ziek. Jan moet van mijn plaats. En ik zal je vertellen, de strijd win je alleen maar als je respect hebt voor jezelf. En als je weet dat je in je recht zit. En ik was een van de weinigen, ik was een van de enige leidinggevende bij de politie. Ja. Ja. Dus wanneer ik zeg, gewoon streed op je doel afgaan. En nooit je ziek melden, altijd meebewegen. Je doet alsof je neus bloedt en meld je nooit ziek.
Ja. Want dat is precies het moment dat je grip op de situatie verliest. Oké, okay, geweldig voorbeeld. Ik heb al een seintje gekregen dat we moeten gaan afsluiten, dus ik ga dat even inbrengen. Dames, de vraag was, het thema was, is feminisme kleurenblind? Een kort antwoord van jou alsjeblieft, Shira. Ja, Nee. Dr. Biekman. Mits. Fatima Vahid. Mits. In de ideale wereld is het niet kleurenblind. Malika, kan je het daarin vinden? Er zijn heel veel voorbeelden genoemd uit het verleden. Ik denk dat we allemaal vooruitstrevende geesten zijn, zielen zijn. Waar gaan we naartoe met het feminisme? Ja. Waar moeten we naartoe gaan volgens jou? Goeie vraag, maar ik denk dat we het allereerst moeten gaan naar respect en acceptatie van vrouwen onderling. En veel meer open met elkaar praten over de dingen die we tegenkomen. De strijd die we voeren, maar ook hoe we elkaar kunnen steunen. Maar daarin nog steeds van, we kunnen van mening verschillen. En we kunnen het anders zien. Maar laten we elkaar daar niet in bashen. Want dan mag ik dan wel een voorbeeld van nu noemen, echt? Heel kort voorbeeld. Oké. Nou, er was een influencer, een vlogster. En die schreef een boek, die heette Sexy But Tired, But Sexy But Tired. Zoiets. Ja, heel bekend, heel veel volgers, die schreef dat boek. En toen kreeg ze enorme bashing op haar. Dat schrijf je toch niet en zo ga je toch niet, zo ga je toch niet zo'n boek schrijven voor jonge meisjes, lezen dat boek. En ergens dacht ik, hè, maar dat is heel gek wat hier gebeurt. Want als ik naar het grotere plaatje kijk, denk ik, yeah woman, yeah, you're making money, want... Je doet precies waar je goed in bent. Je doet precies wat jij wil. Je hebt zeg maar scheid aan het regulieren. En je verdient er geld op. En straks heb je een dubbele druk van je boek. Maar wat werd er gedaan? Er werd een tegengeluid gegeven. En er werd een boek geschreven over waarom dat boek van haar fout is. Ja. Denk ik, hoezo? Je hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. Maar waarom vieren we niet hoe zij dat doet? Ja, precies. Okay. Ja. Geweldig. Goeie. Dames, ja. Dankjewel. Dit was Korenhuis Live met het thema Is feminisme kleurenblind? Ik dank jullie wel voor jullie komst. Shira Bukizu, Dr. Beryl Biekman. Geweldige voorbeelden vanuit uw ervaring en de mooie verhalen. Dat laatste verhaal over de politie. Nou ja, dat is helemaal geweldig. Ook nog met meneer Jan. Fatima Vahid, zet je werk voort hier in Den Haag. Het belangrijke werk, politieke werk. En ik vond het geweldig om met Malika Ouattara deze show te doen. Ja. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel. We gaan op naar de volgende show. Dank je wel. Ja. Ja? Feminisme. Is het kleurblind? Feminisme dit, feminisme dat. Er zijn vele mensen die geloven dat feminisme niet hoort te bestaan. Ik, als vrouw, ik vind dat wel. Waarom hoort feminisme te bestaan? Het bestaat voor de vrouw. De vrouw wil heel graag heel veel gelijkheid. En ze willen gelijkwaardig gezien worden. We willen gelijkheid. Maar is feminisme ook kleurenblind? Nee, dat is het niet. En waarom niet? Waarom wordt de gekleurde vrouw anders gezien dan de witte vrouw? Waarom is dat? Waarom wordt de een wat bozer en agressiever gezien dan de witte vrouw? Waarom wordt de witte vrouw misschien anders behandeld dan de gekleurde vrouw? Waarom is dat zo? Zo zit het systeem nou in elkaar. Maar wij als vrouwen, wij supporten elkaar. Wij horen er voor elkaar te zijn. Wij horen elkaar te begrijpen en te zien dat alles niet hetzelfde is. Maar toch proberen we elkaar te supporten. Als vrouwen staan we sterk. We staan sterker met elkaar... Samen en in één. Wij staan hier vandaag. Wij willen verandering brengen. Wij willen laten zien dat feminisme ook wel kleurenblind zou kunnen zijn. Waarom? Want wij als vrouwen horen elkaar te kunnen begrijpen. Voor de Nationale Vrouwendag staan de vrouwen bij elkaar. Samen staan we sterker en samen staan we samen. Ik vind dat dit elke dag zo hoort. Feminisme, is het kleurenblind?
Deze ook? Deze niet. Okay. Welkom wethouder Van Alphen bij Korenhuis Live. Mooi dat u er bent. U bent net binnengekomen. Heeft u het programma een beetje kunnen volgen? Ik heb het laatste gedeelte kunnen volgen toen het volgens mij wel wat spannend werd. Ja. Over de verschillende ervaringen van de vrouwen die hier zaten. Ja, vond u van het voorbeeld van dokter Biekman, van meneer Jan? Ja, ze zag maar mij waarschijnlijk achter in de zaal zitten en heeft niet het voorbeeld wat zij bij de gemeente heeft meegemaakt verteld. Maar ja, natuurlijk, zij staat in haar recht, heel duidelijk. En Jan moet van die plek af, dat is duidelijk. Oké, dus er waren nog meer voorbeelden, zeker bij de gemeente. Wat u zegt, ik ga daar verder niet over uitweiden. Dank u wel. Oké, blij dat u er bent. Maar kunt u mij vertellen alstublieft, wat betekent Internationale Vrouwendag voor u? In uw beleid wellicht, of misschien voor u persoonlijk? Internationale Vrouwendag, of eigenlijk de Internationale Vrouwenweek, zoals wij het hier in Den Haag invullen, vinden we erg belangrijk om ervoor te zorgen dat nu een keer expliciet aan de orde komt waar vrouwen tegenaan lopen, waar ze ondersteuning bij nodig hebben en waar ze zelf hun kracht in kunnen zetten om ervoor te zorgen dat ze als gelijkwaardige in deze maatschappij meedraaien. Daar lijkt het alsof we daar een voorkeursbeleid op voeren. Dat is niet waar. Wij geloven in de kracht van de vrouwen zelf en we proberen die op alle mogelijke manieren, zeker in deze week, tentoon te spreiden. Om te laten want u zien. Bent ook wethouder van emancipatie, hè? En daarin komt dat beleid naar voren. Ja. Kan. Ja. Oké. In uw persoonlijke leven, u heeft mij wel eens een verhaal verteld hoe u vanuit Amsterdam hierin bent gereisd als jonge jongen en plat Amsterdam sprak. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Maar toen waren er best wel sterke vrouwen in uw omgeving. En u gaf een voorbeeld toen de tijd van, ik dacht, 1 of 2 sterke vrouwen. Kunt u dat zich herinneren, dat verhaal? En kunt u ze even noemen? Ik ben in mijn hele leven omringd door sterke vrouwen. Dat zegt iets over mijn karakter misschien, maar ook over het aantal vrouwen. Zeker uit Amsterdam. Mijn oma was een zeer sterke persoonlijkheid in die richting. Ik ben geboren in Amsterdam uit Schilderswijkse ouders. Dat moet ik er wel even bij zeggen, want dat staat wat mij betreft toch wel voorop. Mijn oma komt oorspronkelijk uit Amsterdam ook. En die is in haar eentje uit toen de tijd naar Den Haag vertrokken om daar een betere toekomst op te bouwen. Dat is er ook gelukt. Dat is eigenlijk de eerste sterke vrouw die ik meemaakte. Wat was de naam van uw oma? Als u dan een eerbetoon geeft, noem dan haar naam, zou ik zeggen. Ja, mijn oma heet... Ja, ik mocht alleen maar oma zeggen. Hè. Oh. Dat was toen nog niet dat je Elisabeth... Ze heette oorspronkelijk Elisabeth van haar voornaam. Elisabeth van Alphen? Nee, niet Van Alphen. Zij heette Schenkman. Elisabeth Schenkman? Ja. Ja, oké. Geweldig. Dus u kunt zich de kracht... de manier waarop ze met u omging, kunt u zich goed voor de geest houden? Ja, zeker. Nee, zij, zeker in die periode, ik praat over begin vorige eeuw, hè, dus dat is al bijna 100 jaar geleden, was het nog niet zo makkelijk voor een vrouw om zelfstandig op te treden. Zij is ook gescheiden op een gegeven moment, dat was ook niet zo gebruikelijk. En het waren gewone mensen, hè. Het was niet van een bepaalde elite of een bepaalde klasse, maar gewoon de gewone mensen. En zij heeft haar eigen toekomst uitgestippeld. Oké, geweldig. Als het gaat om uw politieke leven en in het maatschappelijke leven, is er ook een andere sterke vrouw geweest. En een paar jaar geleden heeft u het initiatief genomen, heb ik begrepen, voor het instellen van een lezing over deze vrouw. Wat is haar naam alsjeblieft en waarom heeft u deze vrouw eigenlijk dat eerbetoon gegeven? Ria Sikkes heet ze. Ja. Is een tijd actief geweest in de Dolomina-beweging in Den Haag en eigenlijk over het hele land. Heeft mede aan de voet gestaan van de uitgeverij Sarah voor met name vrouwenliteratuur. En zij heeft een tijd in de raad gezeten voor GroenLinks. En haar portefeuille was vooral het vrouwenbeleid. Toen ik wethouder was in de vorige periode, had ik ook emancipatie in mijn portefeuille. En heb ik haar gevraagd om in de stad verschillende punten weer op te pakken en het beleid neer te zetten. Dat is gebeurd. Ze heeft de ervaring van de 60, 70 jaren van de vrouwenbeweging kunnen vertalen naar de huidige vrouwenbeweging. En ik vind dat heel waardevol. Daarom hebben we in deze periode de Ria Sikkes lezing ingesteld, waarbij het verleden in de vrouwenbeweging gelinkt wordt naar de heden ten dagen vrouwenbeweging, ja, zoals die nu is. Wat ik eigenlijk van haar begreep ook, en ik hoop dat u daarop kunt aansluiten,
Is dat het een vrouw was die eigenlijk opkwam voor de gewone vrouw. Klopt ja. dat? Ja, nee, dat klopt. Net als mijn oma was dat de gewone vrouw. Dat is voor mij betreft altijd, wat in mijn beleid, altijd het meest belangrijke geweest. Natuurlijk is Hedy d'Ancona een belangrijke figuur in de vrouwenbeweging. Uiteraard. Maar mijn oma of mijn buurvrouw of de zus van mijn pleegzoon is net zo belangrijk. En dat zijn gewone vrouwen in die hele vrouwenbeweging zoals de afgelopen periode. En Ria is dat ook geweest. Oké, dank u wel. Dan de laatste vraag alsjeblieft. Er is straks een lezing, een Ria Sikkers lezing. Wanneer wordt die gehouden? Weet u dat? Nou ja, het is een beetje afhankelijk van de situatie. We hebben hem wel gepland de komende periode, maar het is niet helemaal zeker of het doorgaat. Online is wat moeilijk met lezingen. Okay. Maar we zijn wel in onderhandeling, bespreking met twee prominente vrouwen, zou ik maar even Welke zeggen. Welke vrouwen zijn ja. het? Anja Meulebelt, die al van verschillende partijen lid is geweest, maar wel haar voeten in de Nederlandse vrouwenbeweging heeft. En Devika Partiman. Is Kunt u dat nog een keer zeggen? Devika Partiman. Devika Partiman. Ja, dat is ja. Een nieuw fenomeen aan het firmament van van de vrouwenbeweging. Oké, dus die traditie die eigenlijk zo... Wat hebben we vroeger, wat moeten we transporteren naar deze hedendaagse tijd? Oké, succes straks met de lezing. Ik hoop dat die doorgaat. Dank u wel voor de komst. Ja? Right. It's a wrap. All right.